Hallo, daar zijn we weer. We zijn even uit geweest vanwege ziekte, maar we zijn er weer. Vanavond make-up etiketten. Nou, dat klinkt misschien heel vaag, maar feestdagen komen eraan. En Ralf weet ontzettend veel van make-up met feestdagen. Heeft, als je wil, kan die uren vol praten op welke kleding, waar moet je allemaal op letten. Dus niet alleen je make-up. Ik heb vandaag een rood jurkje aan. Vandaag gaan we cocktailparty doen. Maar cocktailparty kan je natuurlijk ook doortrekken met een leuke kerstdineetje of een feestje. Mogen we niet bij elkaar komen? Nou, we gaan dan allemaal lekker op z'n mooist gekleed zitten en zet de video aan. En dan ben je toch allemaal heel erg feestelijk. Ik ben aan het stotteren, jongens. Rolf, visagist, Londen, Parijs opgehaald, jaren ervaring, eigen opleidingsinstituut gehad. Ja. Ik ben Janine, eigenaar van de Indicia. Ons motto, smeer niet op je huid wat je niet kunt eten. Dat geldt ook voor onze make-up. Werkt met hele mooie merken, maar allemaal heel erg puur. Dus daar gaan we lekker mee aan de slag. Genoeg gepraat, dat komt zo nog wel. Oh ja, en nog even over de corona. We herhalen steeds, hoeft niet. We geen mondkapjes in elkaar. We zijn getest, we zijn coronavrij. Ja. Dus we gaan gewoon lekker aan de slag. Heb je vragen of dingen? Jullie durven helemaal nooit iets te vragen of te zeggen. Vinden we wel heel leuk als jullie dat wel doen. Ja. Als je geen vragen hebt, is ook, is goed, ook goed. Maar anders dan vinden we het heel leuk. Ja. We hebben eigenlijk bedacht dat we make-up etiketten zouden gaan doen de komende tijd, ook voor de feestdagen. En vanavond beginnen we met de cocktailparty. Volgende week zijn we dan aan de black tie, white tie. En dat is eigenlijk een beetje meer de make-up voor de feestdagen. Nou, Janine heeft een heel leuk little red dress. De little red dress. En de cocktailparty wordt het meestal ook gezegd een little black dress. Maar de vraag is natuurlijk altijd, wat trek je aan? Nou, dat is eigenlijk, een cocktailparty is een semi-formele gelegenheid. Waarbij de heren toch wel een jasje aantrekken. En de dames eigenlijk semi-formeel gekleed gaan. Dus daarom zo'n zwart jurkje met hele hoge pumps, hartstikke leuk. Mag de make-up ook een beetje uitdagender zijn. Dus ik had ook een zwart jurkje. Had ook nog gekund. Ja, je had een zwart en een rode. Je had een zwart jurkje aan. Maar rood is natuurlijk ook leuk. Ja. Dus als je, daarom. Nou, dat is natuurlijk ook een beetje feestelijk. Dus ik heb wat voorbereid. En vanavond gaan we eigenlijk een smoky eye doen in combinatie met een eyeliner. Want het mag ook wel een beetje flitsend zijn. Als je ook inderdaad van die hele hoge pumps hebt. En het mag altijd iets sprekender zijn. Dus een beetje uitdagende make-up. En dat ga ik vanavond laten zien. In een smoky eye look. En dat ga ik weer stap voor stap doen. En natuurlijk heb ik alles uitgewerkt. En dat gaat Janine dan weer, naar jullie toe mailen of op de website. Ik weet het niet. Ja, maar we gaan er nog wel starten, hè? Ja, dat zetten we online. En dan zetten we ook de producten erbij die we gebruikt hebben. Ja, klopt. Zodat je weet waar we mee gewerkt hebben. Klopt, ja. En straks zal ik nog even een samenvatting maken op het einde van wat ik allemaal gebruikt heb. Dat is ook wel belangrijk. Want ik ben een artiest. En soms dan zeg ik gebruik A, maar dan heb ik ineens C en D. Dus ik zal het even wat samenvatten voor de mensen. Want dan snap je het helemaal niet. We gaan aan de slag. Oké, goed. Wat ga ik doen? Sorry voor mijn haar, moet geverfd worden. Oké. Ik verf hier met haar. Dus een beetje grijs plukken is niet des feestdagen, maar volgende week zit er netjes in de verf. Ik ga gelijk starten. Ik heb van Dr. Hauska ga ik vanavond gebruiken smoky quartz en daar ga ik een smoky eye mee aanzetten. En wat ik daarvoor nodig heb is eigenlijk gewoon een oogschaduwpenseel. En daarmee ga ik de smoky quartz aanzetten, zoals ik dat eigenlijk al eerder heb geleerd. Eigenlijk op het ooglid. En dan ga ik van boven naar beneden, ga ik hem eigenlijk zo naar beneden toe uitvervagen. En waarom vind jij eigenlijk een smoky eye echt iets voor feest? Ja, voor feest. Omdat vergroot het je ogen. Dus, want we hadden al gezegd, grote ogen zijn een teken van schoonheid. En het is eigenlijk heel snel aan te zetten. Dus als ik eigenlijk even vanuit ga dat veel vrouwen dit allemaal nog naar hun werk nog eigenlijk een kleine party hebben. Cocktailparty is altijd tot en met diner. Ja, toch? Tot diner. Dus het is eigenlijk dan vanaf de namiddag tot het diner. En dan moet je eigenlijk snel omkleden, want dan kom je van je werk of waar je dan ook geweest bent, van de tennisbaan. En dan is het toch wel handig dat je dat heel snel kan doen. Dus daarom heb ik eigenlijk gekozen voor die smoky eye. Mag ik eventjes open doen? Even iets omhoog kijken. En ik heb net heb ik de bovenwinterrand van boven naar beneden die oogschaduw aangezet. Het is gewoon een monokleur. Dat is eigenlijk hartstikke handig. Hoef je ook niet met meerdere kleuren te gaan zitten. En ik zet hem eigenlijk ook op de onderwinterrand aan. Dus vandaag eigenlijk ook anders.
En het effect met de eyeliner is eigenlijk dat ik het oog nog meer ga openen straks. Dus eigenlijk wat je doet, je pakt hem op, die oogschaduw. En eigenlijk van boven naar beneden. En waarom? Ik had gezegd eigenlijk als je het van boven naar beneden eigenlijk vervaagt, dan blijft de kleur ook tegen de wimper hangen. En wat is bij jou boven en beneden? Is dat op je arcade? Eigenlijk nee. Je voelt het eigenlijk op je ooglid. Okay. Ik ga niet verder dan eigenlijk het ooglid. Een goede vraag van jou. En dan eigenlijk zet ik hem aan tot op de bovenwimperrand. Hè? Dus de hele kleur die ga ik vervagen naar de bovenwimperrand. Zodat daar de intensiteit van de kleur blijft zitten. En ik ga niet verder. Dus het wordt niet een gebeuren helemaal tot in de arcadeboog. Dat is niet de bedoeling. Verder ga ik hem ook. En zo lijkt het wel heftig. Maar ik denk als je een feestje vaak ja, is het zachte licht. Klopt. Nou, een cocktailparty is het dus natuurlijk nu bijna wintertijd. Maar in de zomer sta je buiten en dan mag het eigenlijk wel wat meer zijn. Want dan blijft het natuurlijk langer licht. Dus eigenlijk heb ik hem nu. Maar moet hij in de zomer meer met meer licht of juist minder? Hoe meer licht er is, hoe minder kleur je ziet. Okay. Dat is altijd. Dus hoe meer licht, hoe minder kleur. Oh, ik denk dat 's avonds, als je dan een feest in het donker hebt, je dan minder ziet. Maar dat is nee, dus niet zo. Dat is niet zo. Dus eigenlijk, en voor kunstlicht is ook eigenlijk de regel dat we nog meer gaan gebruiken. Het kan natuurlijk leuk met je vriend gaan eten met een candlelight dinner. Maar ja, als hij dan voor de rest niks ziet en er is alleen maar een kaarsje aan, is dat ook sneu. Dus in donker zien, maar ja. Donker kunstlicht dan ja. Moet je ook aanzetten. Dus moeten we ook aanzetten. Buiten zonlicht en donker klopt. Kunstlicht. Dat is ook als we shoots hebben met modellen op het strand, dan moet er onwijs veel make-up op, omdat dat meestal natuurlijk met heel veel zon, zie je dus heel weinig. Maar nog even over je ogen dicht. Ik heb nu een zwart koolpotlood. Deze is van Hint en die vind ik geweldig. Kun je ook hele mooie lijntjes mee trekken. Hij is eigenlijk niet echt vet, hij is nog eigenlijk best wel droog en hij pakt ontzettend goed. Dus ik ga daar eigenlijk op die bovenwimperrand ga ik die bovenwimperrand tegen de haar tegen de haar aanzet. Dus van die bovenwimperrand ga ik het eigenlijk donkerder maken. En ik had al eerder gezegd dat de mascara komt niet helemaal tot op het einde. Die komt niet helemaal tegen de haar aanzet aan. Dus wat ik ga doen, ik ga de aanzet ga ik nu nog donkerder maken. En die ga ik dadelijk nog vervagen. Dan krijg je de aanzet? Dus de aanzet van de wimpers. Je gaat met het potlood, zit je nu tegen de aanzet ja, aan. Ik ga hier nog geen lijn zetten. Ik ga alleen maar inkleuren tegen de wimperrand aan. En dan krijg je eigenlijk al een effect. Zie je dat? Je krijgt eigenlijk, als je dat links en rechts ziet, krijg je al een effect dat dit al donkerder is tegen de aanzet aan. Dus alleen de aanzet donkerder maken. Hier hetzelfde. De aanzet is het punt waar de haartjes. Dus eigenlijk de aanzet is eigenlijk waar de haartjes tegenaan groeien. Ja. Ik ga geen lijn trekken, dat doe ik straks met eyeliner, maar ik ga het hier tussen ga ik het dus donkerder maken. En dat is een trucje. Puntjes of zo? Maar zeg je tegen de. Dus eigenlijk tegen de aanzet ga ik het dus. Kleine streepjes. Ja, ga kleine streepjes. En dat geeft straks een extra effect als ik mascara ga aanzetten. Omdat de mascara die pakt dan eigenlijk de voorste haartjes. Niet de aanzet, want dan komt die borstel niet. Die borstel komt maar tot zover eigenlijk. En ik maak het hier donker. Dat is eigenlijk het trucje. Heb ik in Parijs geleerd van mijn leermeester. En daardoor krijg je dus toch nog een grotere oogopslag. Ja? Je ziet hem eigenlijk, je ziet het eigenlijk nu al heel goed. Dat is mooi. Kijk, En je hebt dan ook, vind ik meteen minder, want als je eerst alleen die oogschaduw hebt, heb je net een beetje een soort blauw oog, dat is negatief, maar wel zo. Maar nu ja. met dat lijntje. Met dat lijntje, ja. Is en het meteen veel chiquer Veel chiquer. Er zijn vrouwen die, eventjes dicht, die eigenlijk al een klein lijntje zetten. Nou, dat zal ik ook nog even laten zien. Je kan ook een klein lijntje zetten, want de bedoeling is dadelijk namelijk dat we het ook gaan vervagen. Ik zet hem ook een beetje à la Sophia Loren alvast een beetje iets omhoog. En dat doe ik aan deze kant ook. Kijk, als je toch iets hebt van, nou, ik vind het allemaal veel te goed to do, dan zet ik eigenlijk al een heel klein lijntje. En dan krijg ik eigenlijk dit effect. En de bedoeling is dan wel dat je met een penseel dat nog een beetje gaat vervagen. Dus ik til het weer omhoog. En dan ga ik hem toch nog ietsjes vervagen naar de buitenkant. Zodat het een beetje, natuurlijk wordt. En niet te hard. Dat is heel erg belangrijk, dat het niet al te hard gaat worden. Even open. Ja. Ik corrigeer even beneden, want meestal. Sorry. Zie je hem? Kijk, je kan hem heel goed zien. Okay. Dit is eigenlijk best wel een hele sexy look. En wat ik eigenlijk besloten heb, is ook nog ietsjes. Is
Zal ik straks aan het einde dat zwarte jurkje nog even aan? Ja, dat is wel leuk, ja. Rood en zwart. Kijk, ik zet nog even hier zwart koppertlood op. Dat is weer diezelfde. Dat is diezelfde van Hint. Die is geweldig. En dan pak ik hem op met een penseel, met een schuimpenseel. Dus ik zet hem met een schuimpenseel op. De meeste mensen zeggen, waarom doe je dat? Omdat het potlood te hard is als, ja, ik hem gelijk op het oog zet. Nog even iets omhoog. En dan ga ik hem hieronder ook nog ietsjes donkerder maken. Hier aan de zijkant van het oog. Even hier, omhoog. Nou, het wordt straks helemaal echt, dit wordt echt heel erg sexy. En de bedoeling is straks eigenlijk ook dat je, ook een behoorlijke goede kleur, lipstick hierbij gaat gebruiken. Want met zo'n little red dress mag je best wel een beetje knallen. Kijk, ik heb nu, hem hier alleen aan de zijkant, heb ik hem ietsjes donkerder gemaakt. En ik vervaag hem uit naar de binnenkant. Ja, kijk. Ja. Dus. Oké, de oogschaduw heb ik opgezet. Nu ga ik gelijk door naar de eyeliner. Die had ik al klaargezet. Ik prefereer toch eigenlijk deze van Inika. Omdat die namelijk geen crusher heeft, maar eigenlijk meer een pennetje. Ja. Vind je die makkelijker dan die van Houska? Vind ik die van Houska. Die van Houska, ja, het is maar net. Kijk, ik trek eigenlijk hier makkelijker een lijntje mee. De meesten beginnen nu allemaal de zenuwen te krijgen thuis. Want die denken, hoe ga ik in godsnaam een lijn trekken? Want dat kan ik niet. Je kan altijd puntjes zetten en die puntjes met elkaar verbinden. Dan heb je ook een lijntje. Dat is eigenlijk de meest eenvoudige manier. Dus gewoon door puntjes te zetten, kun je die puntjes... Is dat voor mij nu? Want ik heb mijn armen in de mythe. Ik heb een schutje in mijn hoofd. Ik kan dus, ik hou van vloeibare eyeliner, mijn potlood ben ik hem, dat kan ik niet zo goed. En ik kan nu links, moet ik met mijn linkerhand doen. Nou, dat is niet te doen. Dat is bijna niet te doen. Dus dat is heel lastig. Met die puntjes is dat misschien wel een truc. Met de puntjes is een truc om gewoon puntjes te zetten. Ik zal even één kant met puntjes doen, mag even dicht doen. En dan eigenlijk is het de bedoeling dat ik vanaf het begin van de wimper, dus eigenlijk waar de wimper start, daar ga ik starten met die eyeliner. En het is eigenlijk gewoon een kwestie van... langzaam trekken. Nu doe je met puntjes. Nu doe ik met kleine puntjes, ja. Zo. Dus je doet stukje, en ik zet hem helemaal tegen de... want dat is dus de truc van deze make-up. Ja. Ik zet hem helemaal tegen de wimperrand aan. Hè? Dus niet zo'n hele dikke lijn. Stipje lijntje. Ja, niet helemaal zo dik, nee. Dus niet helemaal echt heel erg dik. Of krijg je zo'n gothic? Anders wordt het echt een beetje gothic en dat is niet de bedoeling. Ja, dat gaan we niet doen. En vergeet niet, het is altijd nog, dit is ook een make-up voor een cocktailparty. Dus het moet nog wel een beetje ogen, hè? Dat is belangrijk. Even kijken. Kijk. Ja. En jij had ook, want kijk hoe groot die ogen worden nu in één keer. Mooi. Die ogen worden in één keer pats, die gaan in één keer omhoog. En heb je nu met het rood rekening gehouden? Want je had ook allemaal tips toen met kleding en make-up. Ja. Hoe bedoel je? Hoe je dat goed op elkaar af kan stellen. Ja, ik wilde even nog wat zeggen over sieraden. Kijk, als je nou een warm type bent, dan zou ik adviseren, ga dan voor gouden. Of in ieder geval goudkleurige sieraden. En als je een koel type bent, voor zilver. Maar heb je bijvoorbeeld je kledingkeuze, dit is nu vrij warm, dan zou ik zeggen, nou, ga er dan bijvoorbeeld, doe er dan iets van een goudkleurige sieraden bij. Of stenen die daarop, als je met stenen, sieraden met stenen, dat je dat daarop afstemt. En anders, als de kleding cool is, ga je bijvoorbeeld naar zilver of naar bijvoorbeeld metaalachtige, die wat koeler zijn. En dat kun je ook afstemmen op de kleding. Ik zou eerder afstemmen op kleding dan op mijn huidkleur. Dus als ik een cool type ben en ik heb warme kleuren aan qua kleding, dan is dat het grootste oppervlak. Dan ga je daarop afstemmen met je sieraden. Op de kleding. Op de kleding. Ja. Omdat dat natuurlijk het meeste bedekt. Hè? Dus het heeft geen zin die meer om op jou... Je steken af tegen je kleding. Ja, dus precies. Dat heeft dus geen zin meer om dat op je huid te doen. Nee. Want je ziet dan toch niks. Tenzij je nu een heel décolleté hebt of zo, dan zit hij wel op je huid. Dan zit hij wel op je huid. En dan zou je dus wel kunnen kijken. Maar dan nog, als je bij kunstlicht in een gala hebt bij kunstlicht, dan heb je natuurlijk dat licht wat gedimd is of wat geel is. Dan moet je even kijken van wat ga ik aan met zo'n décolleté. Hè? Met een hele diep uitgesneden décolleté. Ja, toch? Nou, zoiets. Oké, ik ga nog eventjes dit afmaken. Want wat ik ook nog even wilde zeggen is, met die eyeliner goed even ook naar binnen trekken. Dat netjes is. Hè? Dat je hem hebt. En ook hier aan deze kant, dat die ook netjes naar binnen valt. Dat is wel even een dingetje om in de gaten te houden.
En wat ik zelf mooi vind is om die eyeliner daarna nog een klein beetje te vervagen. Zodat het ook natuurlijk is. Een klein beetje maak ik hem zachter. Nu met een wattenstaafje? Nee, met een heel klein penseeltje ga ik er nog even af. Die schuin. En wat mooi is aan de zijkant, dat je hem ietsjes omhoog trekt. Hè? Want daarmee trek je ook dat oog omhoog. Hè? Dus als je die eyeliner zet, mag het een beetje Sophia Lawrence zijn. Dat vind ik wel heel gaaf. Kijk, dan wordt het een beetje sexy. Mooi. Hè? En ik had in mijn, dat had ik bedacht toen ik hiermee bezig was. Trek je hem iets omhoog? Ik trek hem iets omhoog. En ik had eigenlijk bedacht voor deze look om met een gekleurde, mascara te werken. Zou ik toch wel leuk vinden, bijvoorbeeld met blauw. Dus ik trek even ietsje je oog. En dan heb ik hier, jammer, het is niet zo goed te zien misschien, maar ik heb hier een blauwe mascara van Dr. Hauschka. Maar wat ook zou kunnen is bijvoorbeeld de rode. Dit is de blauwe en mensen denken gelijk, oh, dan is het gelijk heel erg blauw. Nee. Maar dat valt heel erg mee. Ik wil dadelijk even laten zien, ik heb nu een vrij neutrale kleur van Dr. Hauschka oogschaduw gebruikt. Maar je kan natuurlijk die look, als je zegt van nou Ralf, dit vind ik te suf. Dan zou je deze smoky eye ook met een donkerblauwe kleur kunnen doen. Hè? Als je bijvoorbeeld een donkerblauwe jurk hebt. Dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Dan zou je dat natuurlijk kunnen doen. En dat wil ik dadelijk even omhoog. Ik doe namelijk de onderkant nu ook. Normaal zie je mij dat eigenlijk niet doen. Maar nu doe ik ook de onderkant met blauwe mascara. Ja. En die plum is ook wel mooi waarschijnlijk. Die plum is ook wel heel mooi. Zie je dat? Je ziet hier aan de zijkant. Nou, sorry mensen, ik zie elke keer dat ding op. Zie je dat? Ja. Je ziet nu extra veel oog. Zie je dat? Je ziet dat ik eyeliner heb gebruikt. Ja, de mascara is denk ik heel moeilijk te zien, maar het is gewoon blauw. Ja, hij is blauw. Het is wat zachter. Ja, want vaak denk je inderdaad ook zelf bij die plum en blauw, dan denken mensen altijd, maar het is eigenlijk heel donker. Het is gewoon wat zachter dan zwart. Ja. Kijk, zeg je van, ik vind hem te suf deze. Want bijvoorbeeld bij dit jurkje zou ik eventueel nog bijvoorbeeld ietsjes kleur kunnen gebruiken. Kijk, als je zegt van, nou, als je dat durft, hè, het is natuurlijk ook een kwestie van durven, heb ik eigenlijk hier nog een klein laagje rood overheen gedaan. Kijk, en dat kun je wel zien. Rood? Zie je dat? Ja, dus eigenlijk oranje-rood, dat is eigenlijk deze van Hint. Zie je, dat is eigenlijk een beetje oranje-achtig goud. Ja, hij is koper. Hij is eigenlijk koper. Die heb ik erop gezet. Dat is deze koperkleur. Die koperkleur, ja. Die heb ik eigenlijk er overheen gedaan. Welke is dit? Het is de Sweet Canyon. Ja, Sweet Canyon. En daar heb ik er eigenlijk overheen gedaan. Met deze jurk, als je dat durft, kan je ook zeggen van over de kleur heen. Hè? Ik heb ook gezegd, dan kan ik in principe over die kleur heen gewoon deppen. Hè? En dan heb ik eigenlijk ook wat rood er overheen. Zie je nog steeds die kleur. En dan alleen maar op je ooglid doen. Hè? Alleen maar op je ooglid. Ja. En dan, de bedoeling is wel dat we daarna die highlighter nog gaan opzetten. Ik vind het mooie met... Heel mooi, hè? Want kijk, nu heb ik hem dus... Daarom is het afgestemd. Zo belangrijk, afgestemd op je jurk. Ik heb de grijze... Ik heb dus eigenlijk die look gemaakt zodat iedereen hem kan. Ja. Basic. En wat dan wel de bedoeling is... En daar mag je best wel echt even aandacht aan besteden... Is dat je wel een goede highlighter zet. Ik ga hem even nu hier mat doen, want anders reflecteert hij te veel met die... Ik heb hem wel op de dingen gezet, hoor. Die heb ik dus altijd gebruikt van Inica, maar anders krijg ik hier nu te veel reflectie. En ik wil vanwege eigenlijk... die oogschaduw? Ja, vanwege het oogschaduw. Dan gaat het effect weg. Dus ik wil eigenlijk alleen even, want het gaat nu ook om die ogen. En nu heb je gewoon een matte witte poeder. Ik heb nu een matte witte poeder. Of een lichte poeder. En die vind ik erg mooi, want kijk, hij reflecteert nu maar minder. Maar gewoon een oogschaduw. Ik heb nu een witte oogschaduw even gebruikt, vanwege in plaats van een reflectie. Ja? Even kijken welke dat... En het is eigenlijk deze van de Hint. Weer uit een Hint-setje. Uit een Hint-setje, ja. Dit is ook een losse, die lining kiss, die lijkt er los een beetje. Ja. Dit is van de... Dit is de Sweet kant. Nectar. Ja. En dan die... even laten zien. Het deze Sweet kleur Nectar, zit dus onder ogen. Als je... Die heb ik eventjes dus op het oogbeen gezet van Janine. Dus je kan hem zelfs gewoon met je vinger kan je hem eraf halen. Je zet hem gewoon er tegenaan. Ik heb gezegd niet zo... vegen, maar gewoon drukken. Dat werkt veel beter. Dan hou je meer kleur over. De kleur intenser. Veel intensiteit, die hou je vast. En dat doe ik dus ook nog met die rode kleur. He, die kun je ook opnemen. Hij glanst ook een beetje.
En dat zou je dan bij jezelf gewoon op je ooglid kunnen doen. Kijk, en nu is hij nog... Dat ik nu een zwart jurkje aan heb, zou je dan ook die koperkleur... Als je dat durft, hè. Kijk, ik heb nu helemaal met mijn vinger opgezet. Kijk maar even in de... Kijk, nu kun je hem goed zien. Wow. Mooi. Kijk. Ja? En misschien vinden sommigen dat een beetje too much. Maar ik vind hem eigenlijk best wel mooi. Ik heb ook nooit film, dus dan denk ik, oh wauw. Alleen als ik nu zelf maar in die camera zie, dan lijkt het of ik een groot wit vlak boven mijn ogen heb. Maar nee, ik ja, weet maar niet hoe mensen dat zien als ze aan de andere door kant. Even iets minder, kijk. Zo, nu kun je beter. Kijk. Zie je ja, dan vind ik het nog vrij wit, moet ik eerlijk zeggen. Als ik kijk. Of is dat niet als jij kijkt, dus is het puur in de camera. Nee, dat is echt puur voor de camera hoor. Ja. Kijk maar, kijk maar even in de spiegel. Oh ja. Daarom hadden we even, sorry dames en heren, dat ik even voor de spiegel ga. Oh nee, dan is het... Zie je dat? Ja, dan valt het mee. Valt het heel erg mee. Dan zou ik hem, ja, ik denk dan nog ietsjes, ik vind hem nog vrij wel wit. Nou, hij is bijna niet. Die niet hoor, die nee. Andere. Ja, maar ik wilde eigenlijk nu geen... Nee, ik kan hem even laten zien met een paar moer. Ik kan hem even zien. Je kunt hem toch even opzetten, om te kijken hoe die eruit ziet. Als we hem toch eventjes zo chillen. Zo, okay. Zo, kijk. Ik ga hem eventjes, toch even een beetje met shimmer doen. Wat heb je nu? Nou, ik heb hier eigenlijk even die van Inika gepakt, die we altijd gebruiken. Is dat die tube? Ja, kijk. Met deze hier. Die heb ik nu gebruikt, dat is deze. Oh, die oogschaduw. Ja, die oogschaduw. Ja, die crème oogschaduw. Ja. Maar deze reflecteert ook namelijk. Even kijken, mag ik dat eens laten zien? De champagne. Ja, kijk maar. Dat is de champagne Pink Clouds. Dat is een crème oogschaduw. Ja. En daar heb je toen met stralende ogen ook mee gewerkt. Klopt, heb ik daar met stralende ogen ook mee gewerkt. Nu heb ik dus deze kleur opgezet. En ik heb voor deze look heb ik speciaal uitgekozen van Inika. Dat is een ontzettend mooie combinatie. Want die kleur die past onwijs goed bij de oogschaduw. Eigenlijk bij die rode nu. Is dit een bronzer? Dit is eigenlijk een blusher. Een blusher. En dat is de Blooming Nude van Inika. Die ga ik nu opzetten. Eigenlijk met een klein bluspenseel. Ik zou hem niet direct gelijk op de huid zetten. Maar waar ik eigenlijk nu naartoe ga is dit. Je ziet hem nou eigenlijk al komen. Blush die van heel goed vervagen. Kosten voel ik ook. Heel erg mooi. Uit. Ja, geweldig. En hier ook, hè? Even tegen die slapen aan. Niet te veel doen, want het is een losse poeder. En die mag je ook best wel... Er blijft best nog wel veel in het penseel zitten. Dus hij... Je pakt ook een wat grotere penseel. Ik pak een grote penseel. Grote kwasten nemen weinig product op en kleine kwasten veel. Dus vergeet dat niet. Dat je eigenlijk, dus als je het luchtig aan wil brengen, pak je grote kwast. Ja, pak een grote kwast. En zo. Voor mij mag er nog eigenlijk ietsjes meer op. Want het is voor de avond, het is een cocktailparty, dus we mogen een beetje meer knallen, hè? Het hoeft niet allemaal heel erg, dus eigenlijk iets meer. En kijk, en we doen altijd een klein beetje op de kin. Kijk, als je nu kijkt in de camera. Mooi, dat is echt super mooi. Dat is gaaf, hè? Zie je dat? Ja, heel hij mooi. Is heel mooi. Ja. Ook met de combinatie van de ogen is het best wel mooi. Ik zal even iets corrigeren, want ik zie aan de en de kant. Kin doe je die om iets naar achteren te... Ja, dat doe ik inderdaad ietsjes, zodat hij dan ietsjes naar achteren... Ja, dus ik heb expres, heb ik wat product op mijn... Ook nog even hierop. En ook nog een beetje hier, hè? Dat is mooi. Highlighter kunnen we eventueel hier op de voorhoofd doen. Doe ik nu vandaag even niet, omdat we niet zoveel tijd hebben. Maar wel waarom belangrijk, zou je die op de voorhoofd doen? Nou, om eigenlijk dit naar voren te laten te komen. Dat we de laatste keer een shape en highlighten. Dit naar achteren. En dit douw ik dan dus naar achteren eigenlijk met die blusher. Ja. Dus wat ik eigenlijk... ik zal hem nog even laten zien. Want dit is wel een hele mooie blusher. Ik zat eigenlijk laatst te denken van... Eigenlijk moeten we deze meer gebruiken. Die Blooming Nude. Ja, want hij is heel erg mooi. Het is echt een hele... Want kijk, hoe bij jou is hij zo ontzettend natuurlijk. Ja. Die kleur is gewoon zo natuurlijk. En waarom pak je bijvoorbeeld nu deze en niet die soft plum, zeg maar? Eigenlijk omdat ik iets wilde creëren dat iedereen durft aan te zetten. Ja. Weet je, dus ik had zoiets van... En ik vind eigenlijk... had ik dit afgestemd op de grijsachtige oogschaduw van Dr. Hauschka. Ja. Nu heb ik eigenlijk even puur intuïtief die van Hint erbij opgezet... En ik vind hem nog steeds heel erg mooi passen. Blush maakt echt af, hè? Want dat is... Wat zeg je? Oh, blush vind ik toch altijd echt de blush maakt echt af. En wat ik wel... Het is zo'n verschil zonder als dan met. Ja,
de highlighter, wat ik de laatste keer gebruikte, van Inika, vind ik ook zo verschrikkelijk mooi. Daar heb je natuurlijk, daar heb je verschillende setjes van. Ja. En eigenlijk vind ik wel, omdat het natuurlijk een cocktailparty is, mogen we toch nog wel even iets meer highlighters zetten. Glamour. Ja, glitter en glamour. Hier ook nog een beetje shaken. Voor kerstdiner is dat leuk. Ja, heel erg. Dit is een prachtig product. Maar nu doe je een beetje onder juist niet dit boven is, de blusser. Nou, ik heb hier eigenlijk de shaper. Die shaper zet ik eronder. Die combi. Ja, ik heb die combi, die highlighter. En die zet ik dus eigenlijk, die heb ik net hieronder gezet. Ja, ik dacht dat je alleen een highlighter had. Nee, ik heb hier dus eigenlijk, boven de blusser doe je highlighter. Dus hier heb ik nu highlighter gezet. Hier en daaronder ging je de shaper zetten. En hier heb ik ook highlighter. Ja. Wat belangrijk is, want kijk, daardoor wordt het hier ook ietsjes breder. Hier heb ik de blusher gezet, dus hier komt de highlighter, hier heb ik de blusher, hier heb ik dus inderdaad die schaduw nog onder gezet. Ja. Zet ik hieronder ook nog even. Kijk, als je... Nu maakt het gezicht meteen wat ovaler. Wordt gelijk wat ovaler gemaakt. En met die blauwe, nogmaals even, wat ik belangrijk vind, nogmaals even met die blauwe mascara ga ik nog een keer zorgen dat die haartjes netjes uit elkaar geborsteld zijn. Dat is echt belangrijk. Besteed daar aandacht aan, want het is een feestje. En mensen letten toch ook op detail. Dus ik kijk altijd dat de mascara netjes die haartjes uit elkaar geborsteld zijn. Dat is gewoon even een kleine moeite om daar extra aandacht aan te besteden. Kijk, nu zie je toch een verschil. Kijk, als je goed in de camera gaat, zie je nu... Zie dat? Oh, ja. Dat die nu lijkt goed, net of je zo'n wimperkrul hebt gehad. Ja, als je een beetje wimperkrul hebt. Maar dat is gewoon een kwestie. Normaal doe ik maar 1 keer, 2 keer mascara. Voor zo'n cocktailparty 2 keer, 3 keer. Okay. Even je laagjes aanbrengen. Dus even laten drogen, laagje aanbrengen. En eventueel kun je dan nog zeggen van... Oké, als je er heel veel last van hebt... kan je nog even met een kammetje... door je wimperhaaren heen gaan, zodat ze netjes, je doet het helemaal goed, zodat die wimperhaartjes netjes uit elkaar gekamd zijn. Kijk, en het oog wil ook wat, maar je hebt toch hartstikke mooie wimperhaaren. Zie je dat? Dat is ook weer. Oké, ik had van Hint, had ik eigenlijk voor de lippen, had ik Moroccan Rose of de Plum Lipstick. En die zit hier, hè? De plam, hè? Of niet? Van Inika bedoel je? Of van de Inika, de potloden, de Moroccan, de Moroccan... Dat zijn die lipstick potloden. Dat zijn die lipstick potloden, hè? Die Moroccan Rose, hè? Geweldig. De Moroccan Rose is een lipliner. Waar is het? Heb ik het lipliner, de Moroccan Rose? Ja, dat is de lipliner en die plum is een lip... Wat ik had, die Moroccan Rose, die zit hier ook, toch? Of niet? Nee. Nee, dat is dat de... Is de... Even kijken. Nee, die dunne potlood, daar zit een Moroccan Rose bij. Daar zit die Moroccan Rose. Geef ze maar even, dan ga ik zo even. Hij moet heel donker. Sorry mensen, ik moet even zoeken, want het is altijd even... Dit is een sugar plum. En... dit is een Moroccan Rose. Deze. Ja. Ik heb hem gewoon in mijn handen. Dat is altijd niet zo handig. Het is altijd heel moeilijk om te vinden bij al die lettertjes waar dat staat. En ik was helemaal een fan van... Van potlood, omdat het ook gewoon goed blijft zitten. En daar had ik over nagedacht. En ik wilde eigenlijk eerst, dan had ik natuurlijk jouw jurk nog niet gezien, wilde ik deze kleur aanzetten, maar hij mag eigenlijk nog rooier. Mm-hmm. Deze is eigenlijk nog te, hoe heet dat, te licht. Maar dat geeft niet, ik ga hem alvast inkleuren. En we kunnen altijd, hij past wel bij de oogschaduw trouwens, daar had ik wel naar gekeken. Voordeel van potlood is dat het gewoon veel langer blijft zitten. En je kan daar eventueel, dat heb ik ook nog in mijn materiaal geschreven, kun je daar natuurlijk de van Inika die transparante lipgloss bij gebruiken. Serum, dat lipserum. Lipserum. Die smaakt ook super lekker. Ja. Bij je was. Heerlijk. En ik krijg van, want wij hebben ook een van die masterclass was over de lippen. Ja. Daar heb je ook potlood gebruikt en ik krijg daar, heel veel mensen hebben geprobeerd, ik krijg hele goede reacties op. Ja, van het potlood? Ja, omdat het blijft gewoon langer zitten. Ja, het blijft langer zitten en, het is, je hebt er, kijk, zeker voor feestjes wil je niet elke keer naar het toilet om elke keer je lippen weer bij te werken. Dus dat is belangrijk. Ik ga hem nog even iets meer, ik vind de kleur wel heel erg mooi trouwens hoor. Dit kan best wel goed. Het past wel bij die... Het past heel erg goed. Ik ben alleen even op zoek naar de lipgloss en die transparante lipgloss. Serum. Dit serum.
die zie ik hier niet. Nee. Oh. Nee. 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 Ja, juist. Ja, kijk, en de serum. Het tapijt, alles klaar. Kijk, en dit is wel heel gaaf om dit even hier kijk, op te zetten. En, daar, en dat kan je gewoon wel in je tas houden, 's avonds. En kijk. En dan heb je toch een... Dan kan je daarmee bijwerken, want dit gaat eraf en dat kan je dat bijwerken. Dat kan je weer bijwerken. En die basis blijft zitten. En die basis blijft zitten. En je houdt met die hoekjes op die goede truc ja. Om hier de mondhoek op te trekken met... ja, met en die mondhoek op te trekken met concealer. Ja. Dat is, en dat kan dus met de light. En ik ben dus erg grote fan van Hint. Met de light. En die kun je eigenlijk... Dat is dus deze. Geweldig helemaal. En daarmee kun je eigenlijk die lippen al omhoog, door hier ook licht in te brengen, kun je die omhoog trekken. Doe het even heel overdreven, zodat je het goed kan zien. En je ziet het effect dadelijk ook, ja. Maar je kan het dadelijk heel goed zien. Dat was zo'n goede... Dat is een goede, hè? Tip, ja. Hangende mondhoeken omhoog. Hangende mondhoeken gaan omhoog. Dus je kunt onze ogen liften, mondhoek omhoog. Jongens. Alles kan gelift worden. Je moet alleen even weten waar je het aanbrengt. Kijk, je ziet hier al het licht komen. Dat is wel mooi. Kijk. Kijk zo. Nou. Daarna fixeren met poeder. Of eventueel de spray die we tot nu toe elke keer gebruikt hebben van Dr. Hauschka. Dat is die fixatiespray. Ik heb natuurlijk de basis net heel snel het canvas gemaakt. Dus de foundation en alles heb ik aangebracht. Wat belangrijk is, is dat je dit wel gaat fixeren. Dat is echt heel erg belangrijk. En dan wel met de matte, die prachtige transparante poeder van Inika. Hè? Met de firing powder. Met de firing powder, die doet het. En die neem ik op mijn penseel. Hè, zodat die echt ook de hele avond blijft zitten. Dus. Zolang die, ja, dit opnemen op deze manier en daarna tikken op de tafel. Dan valt eigenlijk die poeder erin. Ik maak mijn hand Oké. Okay. Nee, dus eigenlijk laten tikken. Dus wat ik hem opneem en dan tikken op de tafel. Dan blijft dan zakt dus eigenlijk die poeder erin. En dan is het eigenlijk niet de bedoeling dat je als een propeller eroverheen gaat. Maar gewoon wel heel lief. Van links naar rechts. Eigenlijk. Zo. Zo. Ja. Eigenlijk eroverheen. En die hoeft helemaal niet... als een gek er overheen te gaan, want die poeder, die pakt. Dat is helemaal geen probleem. Ja. Ik vind de blusher heel erg mooi. Ja, had voor mij eigenlijk nog ietsjes meer gemogen. Dan zet je nog, ik zet hem nog eventjes nog iets meer. En dan is het eigenlijk mooi dat je deze... En Hint heeft best ook wel mooie poeders. Die heeft drie van die finishing poeders. Een yellow en een neutral en... Nog eentje, geloof ik. Die je eigenlijk ook gebruiken kan om te fixeren. Ja. Dat is fantastisch. Ja, die hebben drie final hebben ja. Kijk, ik heb er nog ietsjes geïntensiveerd. Ik moet mijn haar gewoon weg doen. Kijk. Ziet er heel goed uit. Mooi. Prachtig. Ja, zie je dat ik nog echt iets meer blush heb aangezet? Jammer dat we geen party hebben. Nee, jammer dat je geen party hebt. Maar je ziet er wel party, je ziet er wel party uit. In maar het is wel grappig, dat doet make-up ook. Nu krijg je ook meteen, ik heb gewoon nu zin... Om gelijk te gaan stappen. Maar het is eigenlijk heel makkelijk. Dus eigenlijk de basis heb ik net laten zien. Dit is eigenlijk de basis van een smoky eye. En wat je kan doen is als je eigenlijk die basis hebt gelegd. Ik heb hier gewoon grijs gebruikt. Kan ik daar overheen eigenlijk een andere kleur zetten. En dan is het een kwestie dat je hem eigenlijk gewoon er tegenaan drukt. Dus niet te veel gaan vegen. Maar gewoon er tegenaan drukken. En dat heb je nu gezien. Ik zal het nog één keer laten zien. met deze middelste kleur. Het enige wat ik doe is eigenlijk dat ik hem oppak met mijn vinger. Ik pak het ooglid. En ik heb daar grijs onder zitten. Nou, dan kan ik hem eigenlijk gewoon met mijn vinger kan ik op die oogbol zitten. En dat kan ik bij de andere kant ook doen. Dan heb ik ze alle twee... heb ik eigenlijk die kleur op zitten. Ik zal even een heel klein trucje met jullie delen. Dat is misschien wel heel erg leuk. Wil je nou dit een beetje metallic-achtig hebben? Pak dan... Als je nou zegt, ik ga helemaal uit mijn dak. Pak dan wat witte... We zijn toch bezig.
pak dan wat. Dat is ook wel leuk om te zien, want nu ga je hem steeds opbouwen. Dus dat is wel leuk. Dus nu vraag ik even of ze dicht wil doen. En dan heb ik hier witte oogschaduw op mijn penseel. En nu ga ik er een beetje overheen. In het midden. En dat doe ik ook aan de andere kant. Ga ik er een beetje over die oogbol. Ga ik een beetje heen. Nu krijg je hier een beetje het idee dat het een beetje metallic-achtig wordt. Ik ga er nog een keer even een beetje overheen. Hier nog een beetje overheen. Kijk maar even in de spiegel. Dan heb je een beetje het idee dat het metallic-achtig is. Mag ik hem eventjes zien? Ik vind het zo zonder het is, mooier. Ja, het is zonder mooier, maar het is wel een leuk, het is een leuk trucje. En je kan hem eigenlijk ook, wat, als je zegt, nou ik vind het wel too much, kan je hem natuurlijk een beetje vervagen. Dan is hij wat minder, dus ik kan hem even een beetje vervagen voor je. En dan komen we eigenlijk weer, kijk nu maar even, het is nu minder. Ja, nu is hij heel natuurlijk. Nu heb ik met wit... Heb ik eigenlijk een beetje metallic look. Kan je dat ook met 50 plus? Kan dat nog? Ja, dat kan. Eigenlijk kan het alleen, want het kan wel afhankelijk. Dan gaan we volgende week gaan we die black tie doen. En dan ga ik dat eigenlijk ook laten zien wat je nog met de wimpers kan doen. Zou je maar een beetje metallic achter. Maar dit is wel heel mooi, want het reflecteert. Terwijl we eigenlijk helemaal geen vloeibare make-up hebben gebruikt. Dus dit is een heel mooi trucje eigenlijk. En dat zou ook nog met geel kunnen. Maar dat ga ik volgende week laten zien. Want met geel heb je eigenlijk dan ook een beetje een metallic-achtige look. Dat doen we volgende week. En wil jij mijn lippen nog een donkere, dieper laten zien? Ja, dat is nog van plan. Ik wil nog even dieper rood gaan. Lippen zijn nu wat zachter, gebaseerd meer op een zwart jurkje. Nu heb ik een rood jurkje aan. Dus Ralf zegt, dan kan je lippen kunnen nog wat meer hebben. Ik weet niet welke kleur is, verrassing, maar... Ik ga nu eigenlijk een lipstick. We gaan eigenlijk voor mijn lipstick nu. En dan even van Hint. Welke kleur heb je van Hint? Ik heb van Hint heb ik nu de, Pioneer Split. Ja. Deze van Hint. En je zou ook dat potlood van die Cherry Blush of Cherry Red, dat lipstick potlood, kan denk ik ook, of niet? De Cherry. Heb je die hier liggen toevallig? Want ik heb Cherry Red, want ik zag hem hier niet. Is die hier? Want die is, Chili Red. De Chili Red. Is dat deze? Ja. Dat is deze. Ja. Zal ik het laten zien? Ja, dit is chili. Dus die Inika, omdat het Ralf van potlood houdt. Die Inika lipstick potlood, dat is Chili Red. Dat is echt lekker rood kleurtje. Heerlijk. En die zet ik wel op met een... die ga ik wel opzetten met een klein penseeltje. Dat vind ik wel beter eigenlijk. Wat? Nou, dan kan ik beter... Kijk, het is toch lastig om dit helemaal op je lippen te zetten. Okay. Dus ik vind het zelf mooier... Om hem even met een klein penseeltje. Oké, mag ik ietsjes open. En dan ga ik er gewoon eigenlijk overheen. Dit is meer de kleur van jouw jurk die je nu aan hebt. En, dat zie je toch wel meteen dat het direct. Ja, en ik zet hem gewoon er even overheen. Ik ga hem intensiveren. Ik ga hem ook iets buiten de lijntjes zetten. Dus gewoon. Alsof er niks aan de hand is, ga ik hem gewoon ietsjes buiten de lijntjes, waardoor je iets grotere, vollere lippen krijgt. En dan ga ik hem gewoon even iets meer. Kijk. Ja, ik vind het mooier bij dit jurk. Wow, ja. Nou, en dan moet ik even met die. Hij is heftiger. Maar ik heb zeker nu geen hakken, maar met pumps en dan met de. Ja. Ik heb de cupidoboog heb ik ietsjes verhoogd. En, dit is mooier bij het jurkje. Dit is ook bijna de kleur van het jurkje. Hè? Ja. Kun je bij de stellen. En, maar ook bij zwart is dit mooi. Ook bij zwart is dit heel erg mooi. En ik ben iets uit boven de, buiten de lijnen gegaan, expres. Om je ook gewoon even... Grotere lippen. Grotere ogen. En een behoorlijke blush heb ik opgezet. Dus je mag best wel iets meer knallen. Als je een feestje hebt of voor een avond... Mag zeker, Normaal heb ik ook altijd heel neutraal make-up op, maar nu vind ik het nu echt vind het wel mooi. Ik heb blauwe mascara, maar je kan natuurlijk zwarte mascara en anders ook nog naar rode-achtige. Hey, die heb je ook nog, hè? Van Dr. Hauschka. Hey, Die plum. Paarse, dat is eigenlijk paarse mascara. De meeste mensen zeggen, dat is wauw, maar dat is heel erg mooi. En het is jammer dat je het eigenlijk
niet zo in de camera kan zien dat blauw, maar het is wel blauw. Nee, het is heel subtiel, maar het is bij die paars ook. En dat is jammer dat hij niet meer was. House Cat en Son Look hadden ze een hele mooie emerald groen. Okay. Die was super, maar super. Die is er dus uit. Zal ik nog snel, want dan zijn we klaar. Zal ik nog snel even, kan jij misschien nog wat uitleggen? Kleding, zwarte jurkje aan doen? Ja, heel graag. Ja? Mag jij wat tips en trucs nog geven? Dus, ik had net eventjes gezegd, voor wat betreft... Ja, ik zal het inderdaad... Ja. Ik had dus net gezegd, zilverkleurige sieraden. Als je koele kleding, koele kleuren kleding aan hebt en anders warm. Als je een warme kleur hebt, dus kan je de sieraden op afstemmen. Cocktail hoef je niet direct je haar opgestoken. Dat kan natuurlijk ook een beetje vlot. Volgende week ga ik de black tie, white tie doen. Dat is meer gala make-up, gala kleding gericht. Belangrijk is ook dat je altijd even aan de schoenen denkt. Kijk, met die cocktail kun je natuurlijk mooi pumps aan. Als het dan toch een beetje semi-formeel is. En je man of je partner waarmee je gaat, die heeft een jasje aan. Natuurlijk toch een beetje bij elkaar gaan passen. Dat is de bedoeling. Wat heb ik gebruikt? Ik heb gebruikt vandaag, ik heb het ook allemaal nog opgeschreven. Dat is in elk geval de blusher van Inika. Die heb ik gebruikt. Heel jammer, maar erg ondergewaardeerd. De blusher, ik heb hem opgezet. En dat is de... Oh, ik moet mijn bril op. Want anders kan ik het niet zien. Dat is de Blooming Nude. Die is heel erg natuurlijk. Zie je eigenlijk niet direct echt zitten. Ik heb een eyeliner gebruikt, ook van Inika, zonder kwastje. Eigenlijk meer met een hard puntje, waar je hele mooie lijntjes mee kan trekken. En als je nog wil oefenen, kan dat altijd op de rug van je hand. Wow, oké, is mooi zwart jurkje zie je komen hier. Oh, je hebt hem achterste voren aan. Ik heb onder andere gebruikt, dat heb ik al eerder gebruikt, dus die shimmer. Die kan je op je oogbeen doen, dat is eigenlijk de highlighter. Maar op de highlighter en de shaper heb ik ook van Inika gebruikt. En die heb je in twee kleuren. Die had ik geloof ik de laatste keer ook gebruikt, of de ene laatste keer. En daar kun je onwijs mooi mee highlighten en mee shapen. En dat zijn eigenlijk deze. Die zie je ook direct als je op je vinger, die blijft fantastisch zitten. En je ziet gelijk het effect. Want hij gaat gelijk, hij komt gelijk naar voren toe, die kleur. Oké, Janine, kom even zitten. Nu heeft zij zwart aangetrokken, toch even leuk om te kijken. Wow, ook heel erg mooi. Dus met een little black dress heeft ze aan. En je ziet eigenlijk al gelijk het verschil. Dan kan deze make-up ook heel goed. Ik vind het zelfs nog mooier met zwart. Ja. Om eerlijk te zijn, ik vind het nog mooier. Mijn gezicht komt beter uit. Ja. Terwijl die rode jurk staat, maar heel mooi. Maar, Ik vind dit nog eigenlijk beter. Het is wat warmer. En ook mooier met de make-up. Ja. Eigenlijk nog wel. En dan had voor mij eigenlijk die ogen nog wat donkerder gemogen. Maar ja, goed, ik ben gedeformeerd uit het vak. En wat wil je donkerder dan? Nog eigenlijk de oogschaduw nog iets donkerder te maken. Nou, doe één keer en dan gaan we stoppen, want we zijn drie kwartier bezig. Goed, oké. Van ons gat. Ik ga hem ietsjes donkerder nog maken. Ik ga dat even met een beetje zwart. Weet je, dan vertel je. Maar hebben mensen ook meteen gezien. En dan, heb je volgens mij alle dingetjes gedaan. Dat je graag wilde doen, toch? Ik heb weer de zwarte kleur op mijn vinger gezet. Ja? Er zit iedereen te denken. Gewoon een zwarte oogschaduw. Een zwarte oogschaduw. En die ga ik nu opzetten. Nou, ik heb eigenlijk deze kleur. En dan kun je eigenlijk eventjes kijken. Ik maak hem niet helemaal zwart. Nee. Ik maak hem alleen een beetje donkerder. In die boog. In die boog, ja. Hier. En dat doe ik heel subtiel. Mag je ook zien? Welke heb je nou gebracht? Ik heb zwart gebruikt van uit deze set van Hint. Die hadden we nog niet gebruikt. Nee, we hebben alle Hint gebruikt. Bijna, de Sweet Tuxedo is dat. De Sweet Tuxedo, ja. Deze zwarte, maar je kan ook een ander of als je een zwarte brow iets hebt, kan je ook gebruiken. Om dan te laten zien hoe een zwarte smoky eye zou staan. He, maak ik hem nog een keer even wat donkerder. Ik ga helemaal de bedoeling dat je dat helemaal gelijk. Maar ik ga die kleur nu veranderen. Kijk. En dan heb ik toch nog een beetje koper. En ik ga er even overheen. Kijk. En dan heb ik echt even zwart. Heb je even dat idee. Kijk. Mooi. Wow. Maar dat zwart is het. Het is niet helemaal dat zwart. Het rode is wat speelser, maar met het zwarte jurkje is het. Ik zal hem eventjes corrigeren, want hij is er wat afgegaan. Dat is niet zo netjes. Hier. Oh, zeker omdat ik mijn jurk heb. Nee hoor. Ja. Dus even kijken. Oh. Hop, hop. Kijk, ik vind wel dat het dan echt even heel goed zijn. Even omhoog. Ja. Het is. Oké, kijk.
Mooi. Het is maar net wat je... Ik heb dus nu eigenlijk 3 kleuren laten zien. Ik heb eigenlijk grijs laten zien. Ik heb dus koper laten zien. Vond ik zelf ook heel erg mooi. En dit is eigenlijk dan zwart. Met eigenlijk een knalrode kleur lipstick. Dat is dan wel mijn advies. Je moet het dan eigenlijk, als je dan toch gaat knallen, knal dan helemaal. Het gezicht is nu, weet je, bij die rode gaat je gezicht ook drukker, vind ik. En wordt nu, drukker, hè? Zwart is het gezicht rustiger, maar komt de make-up mooier uit. Vind je wel? Vind je zelf? Ja? Ja, ik moet zeggen, ik vond de koperkleur ook heel erg mooi. Nee, ik bedoel jurk. Oh, ja, jurk. Nee, ja, ik vind het zwart ook heel mooi. Nee, maar ik vind de jurk beter nu passen bij de make-up. Nee, het is rustiger. Het is rustiger, ja. Terwijl het wel echt een mooie. Vergeet niet dat als je zwart aan hebt. Zwart hier heb je dat zwarte gezet. Ja, daar zit het. Zie je dat? Als je zo ziet, dat is echt mooi. Ja? Ik vind het mooi. Hij kan goed, hè? Hij kan goed. Zwart is wel een dominante kleur. Ja. En ook tegelijk een kleur waarbij je... Ja, als je met je partner uitgaat, dus met je man, is zwart eigenlijk wel de kleur. Wij doen ook altijd zwart aan de kappers en de visagisten. Eigenlijk omdat dat de kleuren zien naar de achtergrond werkt. Dus eigenlijk ben je aanwezig, maar tegelijkertijd ook weer niet. Oké. Okay. Ja, dus je valt eigenlijk een beetje... op de tweede plek. Weet je wel, je bent aanwezig, maar eigenlijk ook niet. En dat vind ik het voordeel van zwart. En het kleedt ook altijd helemaal af. Ook qua figuur, weet je. Dus mocht je toch inderdaad wat gezet zijn, dan kleedt het wel gelijk helemaal af. Ja. Dus dat, ik vind deze kleur ook wel heel mooi voor jouw ogen. Dat zwarte bij. Dat zwart, dat zwart, dat kan ook, hè. In ieder geval. Nou, dat was het in het kort. Ja. In het kort, 45 minuten. Dankjewel, we hebben heel veel vragen van jullie gehoord. Niet, komt vast wel een keertje. Ja. Dank voor het kijken. Heb je achteraf nog vragen, stuur gewoon een message en dan horen we het wel. Ja. Volgende keer gaan we dus gala. Black tie, white tie doen. Ja. Helemaal leuk. Ja. En, heb je nog vragen? Dan horen we ze graag. Maandag of dinsdag staat het weer op de, hoe heet het? In de webshop of op de website, pagina, filmpje staat daar, handout, link en de producten die we gebruikt hebben. Okay. En ook op Facebook blijft die video staan, kan je altijd nog een keer terugkijken. Oké. Hey, dankjewel. Tot de volgende keer. Doei.